Staatsoliemaatschappij Suriname, NV, heeft over het boekjaar 2018 een bruto omzet van $506 miljoen gehaald. De winst voor belastingen bedroeg $149 miljoen. Dit zegt Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, vanmorgen tijdens de presentatie van het afgelopen boekjaar voor de pers. Elias zegt dat in vergelijking met 2017 zowel de omzet als de winst zijn toegenomen. De directeur gaf in zijn presentatie aan dat de financiële prestaties van Staatsolie in 2018 in meerdere opzichten beter zijn dan die van het jaar ervoor. De verdiencapaciteit van Staatsolie, en dat is eigenlijk het belangrijkste voor de bedrijfsvoering, de verdiencapaciteit van Staatsolie, dat noemen we de EBITDA, die liep tussen de 300 en 500 miljoen. Als je nu kijkt naar de EBITDA van Staatsolie, dan zie je dat we ook met lage olieprijzen ergens tussen de 300 en de 450 en 500 miljoen zitten. Dat betekent dat de investeringen die we gedaan hebben in het verleden, met de windfall, dat we daarmee de juiste investeringen hebben gemaakt. Als je kijkt naar de verdiencapaciteit van Staatsolie, dan zie je dat we in 2018 355 miljoen dollar hebben verdiend met onze operaties. Want die 355 miljoen dollar is $92 miljoen aan goud en $266 miljoen aan olie. Als je kijkt wat we hebben afgedragen aan de overheid in 2018, dan zie je dat we $151 miljoen hebben afgedragen aan belastingen en aan dividend aan de overheid. Elias zegt verder dat Staatsolie hoopt op een lage importolieprijs voor Suriname in de toekomst. Alles wat we doen als bedrijf wordt in een context gedaan waarbij wij denken dat de importolieprijs ergens tussen de $40 en $60 per barrel zal gaan bewegen, benadrukt de Staatsoliedirecteur. Het is op basis van de vraag naar olie en op basis van het aanbod van olie in de wereld. Natuurlijk krijg je er wat spikes tussen en dat hebben we ook gezien. Als de president van Amerika iets verkeerd zegt over Iran of over Venezuela, zie je dat de olieprijs wat spike. Maar daarna komt hij toch weer terug naar datgene wat de vraag en aanbod op de wereldmarkt doet. Wij doen echt er alles aan om ervoor te zorgen dat al onze investeringen ook naar de toekomst toe in die bandbreedte zich gaat bevinden. Voor de rest zijn we een goedkope oil producer. Ik ga dat dadelijk ook aantonen. We zijn de goedkoopste oil producer van al onze collega's die in de regio zitten, maar ook als je ons vergelijkt met de rest van de wereld, kan je zien dat we een low-cost producer zijn. En we willen dat graag zo houden. We willen dat graag zo houden omdat we denken dat het erg belangrijk is voor de verre toekomst om ervoor te zorgen dat als je een lage olie producer bent, ga je ook met in een environment waarbij je een lage olieprijs hebt, ga je profitable zijn, ga je winst kunnen maken. Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Hij heeft vanmorgen het boekjaar 2018 gepresenteerd. Het bedrijf boekte een bruto omzet van $506 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg $149 miljoen. De presentatie is gehouden in de trainingszaal van Staatsolie aan de Adienstraat.